Het uitblijven van de derde tranche betaling maakt niet dat Suriname in de problemen zit. Dit haalde minister Armand Gijbersien van Financiën gisteren tijdens zijn laatste persconferentie als minister aan. Hij geeft aan dat er nog geld over is van de eerste tranche betaling van het IMF. Suriname kon niet in aanmerking komen voor de derde tranche, omdat de BTW niet is ingegaan op 1 juli zoals dat gepland was. We hebben onze broek kunnen ophouden zonder echt IMF-geld te gebruiken. We hebben van de 70 miljoen nog meer dan 40 miljoen over. Dus laten we, wanneer we analyses maken, analyses goed maken en de gemeenschap van de zuivere informatie voorzien. Gijbersien benadrukt dat hij met opgeheven hoofd als financiënminister vertrekt. Volgens hem gaat hij met niets anders weg dan een stukje trots. Omdat Gijbersien iedereen recht in de ogen kan aankijken. En ik wil de dag zien, en misschien kom ik arrogant over. Ik wil de dag zien dat iemand voor mij staat en zegt: Gijbersien, je hebt me ooit iets gevraagd. Of je hebt mij ooit iets gegeven om iets gedaan te krijgen. Als u die persoon voor mij kunt produceren, dan graaf ik een kuil. Ik ga erin en ik kom er nooit meer uit. Ik kom misschien arrogant over, maar ik zeg het met de brede kant van mijn mond. En dat is niet alleen in deze functie hoor. Vanaf dat ik werk en ik ben op mijn 18e begonnen met werken. Gijbersien heeft de afgelopen 2 jaar een leiding gegeven aan het ministerie van Financiën en Planning. Vanwege persoonlijke redenen had hij de president meegedeeld per 1 september met ontslag te willen. Om lopende zaken af te ronden deed de president het verzoek aan hem om nog enkele weken aan te zitten. Gisteren belegde Gijbersien een persconferentie waar hij uitgebreid is ingegaan op diverse kwesties aangaande zijn beleidsgebied.